we zijn hier voor de Week van het Geld. En dat doen wij in samenwerking met de gemeente, gemeente Breda. En ja, wij als NAC vinden dat wij het middel voetbal heel goed kunnen inzetten. En we hebben een heleboel mooie plekken in het stadion kunnen laten zien. En kunnen linken naar de Week van het Geld. Dus we denken dat dat veel impact heeft gecreëerd op de kinderen. Moet u nog een stukje tussen? Ja, dus. Nee, hè? Als gemeente en eigenlijk als overheid vinden we het belangrijk dat we jongeren op een zo jong mogelijke leeftijd laten praten over geld, vragen laten stellen over geld, maar vooral ook een stukje richting financiële zelfredzaamheid bevorderen. En dat begint op de basisschool. Dus wij beginnen ook met eigenlijk al onze activiteiten bij deze kinderen. Puur om het praten met geld, puur om het praten om zakgeld. Krijg je zakgeld? Wat doe je met je zakgeld? Om ook de waarde van het geld te laten inzien. En in deze tijd ook een stukje te gaan naar het digitale. Heel veel gebeurt digitaal en daarmee wordt geld ook steeds onzichtbaarder. Dus we willen dat gewoon met de kinderen bespreken. Nou, we hebben heel veel opdrachten gedaan. Veel geld verdiend. En het was leuk. Heel leuk. Het was leuk, want we hebben ook allemaal spulletjes gekregen. Ja, en je hebt nog wel wat geleerd. Ja, en ja, dan moest je gewoon geld verdienen met wat... Met opdrachten en dan kon je op het einde ja, accessoires uitzoeken. En we mogen dan vrijdag naar de NAC Jong Ajax, dus dat was ook leuk.